Goedemorgen, goedemiddag, goedavond, goeiedag, Het maakt niet uit wanneer je kijkt. Ik ben heel blij dat je opnieuw aanwezig bent, dat je opnieuw uh, naar deze boodschap kijkt. En ik ben er vast en zeker van overtuigd dat er op voor jou weer een aantal nieuwe inzichten zullen mogen komen. Want vandaag gaat het over slachtoffer zijn. En het lijkt soms zo eenvoudig om uit die rol te stappen en toch vinden veel mensen het moeilijk om blijvend uit die rol te stappen. En ik begreep het heel zeker en vast. Soms is het gewoon een of om eventjes het slachtoffer te blijven en jezelf wijs te maken dat je niets kan veranderen aan je situatie. En misschien zeg je wat tegen jezelf, het lot heeft het zo beslist, of dat jij altijd degene bent die pech heeft en anderen hebben geluk. Maar eigenlijk heeft dat niks daarmee te maken. Want hoe zwaar dat soms ook lijkt, er is altijd een uitweg uit de situatie waar je nu in zit. En ik zal heel eerlijk met je zijn, er zijn ook dagen waar ik het liefste s'avonds zo snel mogelijk in mijn bed ga gaan kruipen. Omdat wanneer je slaapt, word je niet geconfronteerd met de dingen in je leven die niet zo goed verlopen. Je wordt niet geconfronteerd met je verleden of met feiten dat je toekomst en dus je wensen en je dromen er nu nog niet zijn. Op dat moment is het gewoon eenvoudiger om eventjes de andere kant op te kijken, uh, zeker wanneer dat het gaat over het feit dat je je gekwetst voelt. Op dat moment is weglopen eigenlijk veiliger dan die confrontatie aan te gaan, dan die uitdaging aan te gaan. Ook al weet je waar dat het uiteindelijk niet zal eindigen, maar net daar ligt je groei. Afgelopen heb ik nog meermaals weer eens mogen ervaren dat wanneer je blijft weglopen van zaken uh, dat je eigenlijk niet zo leuk vindt, of dat je eigenlijk gewoon liever niet weet, dat het uh, vaak erger wordt en, 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 en dramatischer wordt in je hoofd dan dat je het gewoon gaat gaan aankijken en ermee aan de slag gaat. En ik heb het ook uh, weer ervaren, ook in mijn tweelingblankconnectie. Er was iets wat ik altijd eigenlijk mij afvroeg, maar gewoon altijd maar uitstelde. Omdat ik eigenlijk bang was voor het antwoord dat ik zou krijgen. Dus had ik maar besloten om het gewoon te doen alsof mijn vraag er niet was. En um, dus de vraag niet te stellen. Tot op uh, een bepaald moment dat ik uh, eigenlijk genoeg had van mezelf en de vraag toch gesteld had. Waardoor het uiteindelijk bleek dat het antwoord dat ik dacht dat ging komen... Totaal niet van toepassing was. Dus ik weet, het doet soms pijn om te moeten toegeven dat je het soms even niet meer weet. Maar um, als je vooruitgang wil en als je een nieuw leven wil gaan creëren en, en uh, zaken anders wil gaan doen, is het belangrijk om daar ook aan in toe te geven. En ik weet, iedereen wil zich onafhankelijk gaan voelen. En wanneer hij moet toegeven dat het niet lukt of dat het op een of andere manier nog dat inzicht niet hebt, of dat je niet weet hoe je het moet, uh, uh, moet oplossen, dan is dat zo dat je je soms heel klein voelt. Maar weet en beseft dat hulp vragen moed vraagt. Hulp toestaan vraagt moed. Maar meer nog, het vraagt, en toont eigenlijk, het is een teken van kracht. Wanneer jij inderdaad bereid bent om in jezelf te investeren. Wanneer jij durft hulp te vragen aan iemand die je pad al gelopen heeft. Die al de weg gegaan heeft. Die al met hetzelfde probleem of obstakel um, zoals jij bent tegenaan gelopen. En die keuze die toont um, net dat je wijsheid verworven hebt. En dat je weet dat je via co-creatie met het universum. Met iemand die je eventjes meeloopt op je pad. Veel verder zal komen. Dan wanneer je alles alleen moet gaan doen en alleen alles gaan uitzoeken en gaan uh, ontdekken en ervaren. Want uiteindelijk is het ook zo: je hebt niemand nodig om van jouw leven iets te maken. Maar jij moet wel er zijn. Jij moet wel aanwezig zijn op de afspraak met het universum, wanneer het universum jou de zaken wil brengen. En dan is het toch gewoon veel, zoveel leuker om samen met iemand het pad te bewandelen. Of het een coach is, of een goede vriendin, of jouw partner, of wat dan ook, het maakt niet uit. Maar zorg ervoor dat je iemand hebt waar je altijd bij terecht kan. Waar je je verhaal kan delen. Waar je kan delen en waar je doorheen gaat. Wat je ervaart. Want we kennen allemaal momenten waarop we voelen dat we vastzitten. Maar ook hier, het vastzitten is eigenlijk een illusie waar we moeten van loskomen. En van zodra je beseft, jezelf bewust bent van het feit dat je altijd een keuze hebt, dan kan je ook weer verder. En op dat ogenblik, dus van zodra dat je die volgende stap zet, heb je eigenlijk weer iets bijgeleerd. En uh, het is zo zeker als in het begin dat mensen met me samenwerken en dat ik zeg van je hebt altijd een keuze, een keuze. Dan zeggen veel mensen ja, Lindsay dat is niet waar, want als ik dan aan dat doe, bijvoorbeeld als ik mijn belasting niet betaal, dan krijg ik problemen. Ja, dat klopt, maar ook dan heb je de keuze om geen belastingen te betalen. En dan ga je en deal je met de gevolgen die daarmee gepaard gaan. Maar op dat vlak heb je ook een keuze. Dus je hebt eigenlijk altijd een keuze. En zelfs het niet maken, is ook een keuze. Want dan heb je gekozen om niet te kiezen. Dus het is belangrijk dat je leert vertrouwen en dat je leert stappen te zetten, ook al weet je niet waar het jou heen zal brengen. Dat je stappen zet, ondanks wat het resultaat zal zijn. En dat je gelooft en vertrouwt in jezelf. En dat op zich maakt van jou een krachtig wees wezen. En hoe meer dat die keuzes dat je dan maakt, ook vanuit de liefdevol bewustzijn zijn, dus door te kiezen vanuit zelfliefde, zal je niet alleen meer overvloed aantrekken, maar je zal jezelf ook veel vrijer en veel rustiger voelen. Want liefde en overvloed, een gelukkig leven, tenslotte is dat hetgeen wat iedereen wilt. Gewoon gelukkig zijn en dat geluk kunnen en mogen delen met mensen waar je van houdt. Dat is ook wat ik naartoe streef en elke dag opnieuw wel ervaren. En dat is ook de reden waarom ik doe wat ik doe. Net daarom bleef ik doorzetten, ook al ben ik al duizend keer of misschien al enig veel keer met mijn hoofd tegen de muur gelopen. Maar net daarom wil ik ook dat jij doorblijft gaan. Dat je net zoals mij even koppig bent en niet wilt opgeven. Enkel omdat je weet dat het kan, dat jouw dromen mogelijk zijn, omdat je weet dat je het waard bent, dat je gewoon diep van binnen voelt dat er zoveel meer mogelijk is. Dat je recht hebt om een gelukkig leven te hebben op in de manier en de manier zoals dat voor jou. Gelukkig leven is. En dat je op die manier, gewoon door elke dag jezelf te zijn, liefde en overvloed kan aantrekken. Net zoals elk andere mens. Want ik denk dat je ook gelukkig wil zijn en jouw waarheid eer wil gaan aandoen. En dat kan je door jezelf te zijn, door je authentieke energie de wereld in te zetten. En ik begrijp het helemaal wanneer jij soms kiest om een slachtoffer te zijn. En soms. Is het gewoon even leuk en voelt het gewoon goed om even zelf medelijden te hebben? Och, harme, ik. Maar, blijf er niet in hangen. Kijk dan liever naar de onderliggende heen van hoe dat het komt dat jij jezelf een slachtoffer voelt. In die situatie, ten aanzien van die persoon. Want, dit gebeurt enkel, dus het slachtoffer, het voelen van je slachtoffer, dat gebeurt enkel op momenten dat je niet in je kracht staat. En, op dat moment worden eigenlijk dan je schaduwkanten getriggerd. En dat zijn de punten waarop je kan weer groeien, waarop je jezelf kan heelen, waarop je het anders kan gaan doen. Maar de vraag is dan: durf jij het aan om opnieuw naar jezelf, naar jezelf te kijken in de spiegel? Om jouw schaduwkanten ook de waarheid te tonen. Want jij bent het net zoals elke andere ziel het waard om jezelf te laten zien. Om het te voelen in elk level, op elk level van je leven, dat je het waard bent. Dat je het jezelf gunt om een beter leven te krijgen. Want het is niet zozeer dat we worden tegengehouden door anderen, of door, door de overheid of wat dus ook. Het is onze mind die ervoor zorgt, en de overtuiging van wat dat we denken dat mogelijk is, die ervoor zorgt dat we het onszelf niet gunnen. Dus jouw kans, jouw nieuw leven, dat start nu als jij daarvoor kiest. Ik zou zeggen, stop met wenen, stop met zelfmedelijden te hebben, stop met zuchten en zagen over hoe lastig dat maar kan zijn. Maar gebruik al die energie om je leven in een positieve zin te veranderen. Je hebt de kracht en wijsheid reeds in jou aanwezig om iets van je leven te maken. Je bent zo geboren, dat is jouw geboorterecht. Want het is aan jou om dat recht ook nu te gaan claimen. En om dat ook uh, te gaan gebruiken om jouw leven op een positieve manier te gaan veranderen. Om overvloed aan te trekken. Om de liefde aan te trekken, wens, Om die nieuwe job. Of wat het dan ook maar is waar jij nu op dit diepste moment voelt dat je recht op hebt. En dat je naar, naar verlangt. Maar. En een hele grote dikke maar. Alleen. Jij zal dan het nodige innerlijke werk moeten doen. Dat betekent. Je gedachten. Je emoties. Overtuigingen. Maar echt dus alles. Wat dat jij ooit in je kast hebt gestopt. Dat zal je moeten uithalen en gaan aankijken. Vergeleken met zoals wanneer je kleren past bij een nieuw seizoen. Dan moet je ook alle winterkleren of zomerkleren uithalen. en kijken wat er nog past. Kijken wat je nog mooi bent, Kijken wat er uh, stuk is eventueel. De dingen herstellen wat je wil herstellen. En eventueel zelfs heel veel dingen loslaten. Uh, aan anderen geven. Om dan weer ruimte te maken om nieuwe kleren of kledijen aan te kopen. Of naar de tweedehandswinkel te gaan. Het maakt niet uit. Maar je snapt het wel. En dat is hetgeen wat je moet doen met je innerlijke wereld. Alleen zo zal jij jou Uiterlijke wereld positief kunnen veranderen. En ook hier zorg dat je jezelf niet vastzet door te denken dat het allemaal lastig en moeilijk en lang moet gaan duren. Want ook dat is een overtuiging. Dat is ook een keuze die je maakt over hoe dat je je realiteit ervaart. Dus als jij ervoor kiest om op een efficiënte, dieptransformerende manier samen te werken, dan dood ik je uit om mijn hand te nemen en om te kiezen om van mij te leren. En ik zal jou tonen hoe krachtig je daadwerkelijk bent. Want, zoals ik al gezegd heb aan een heleboel andere mensen, als jij het kan, of als ik het kan liever, dan kan jij het ook. Dan kan je het zeker. Dus twijfel niet langer aan jezelf. En kies er gewoon nu voor. Maak gewoon die keuze. Dat is de eerste stap. En dan gaan we weer verder van daaruit. Daag!